Als grootste eiland van de Stille Oceaan ligt in de zuidoosthoek van Azië Nieuw-Guinea. Het eiland waarvan het westelijk gedeelte bij het Koninkrijk der Nederlanden behoort. En dat met een oppervlakte van 400.000 vierkante kilometer ongeveer 11 maal zo groot is als ons kleine landje in het westen. Het grootste deel van dit eiland bestaat uit bergland en bergland. Begroeid door oerwouden waar geen mens ooit kwam. En dat uit de lucht de indruk geeft alsof Nieuw-Guinea niet bewoond is. De bush bush noemt men deze vegetatie, waar tussen vele rivieren en riviertjes zich weerspiegelen. Dit bergland, dat op diverse plaatsen zo hoog is dat het met eeuwige sneeuw is bedekt. Iets dat in tropische gebieden maar zelden voorkomt. In dit uitgestrekte, woeste, maar ontegenzeggelijk mooie land heeft de Koninklijke Marine een belangrijke taak. De verdediging en het handhaven van orde en rust. Een opdracht die in handen ligt van de vloot, het Korps Mariniers en de Marine Luchtvaartdienst. Bij de beveiliging ter zee was het Harer Majesteits onderzeebootjager Drenthe die in de wateren van Nederlands Nieuw-Guinea verblijf hield. Deze trotse jager die met zijn hoge snelheid, zijn grote wendbaarheid, vuurkracht en elektronische apparatuur geregeld patrouilledienst verricht. Een opdracht die geen sinecure is en waardoor dit schip met blijdschap werd begroet toen het eertijds vanuit Nederland in Hollandia aankwam. Heel de Koninklijke Marine was toen uitgelopen om Harer Majesteits Drenthe en zijn opvarenden binnen te halen. En dan het schip dat in de wateren van Nederlands Nieuw-Guinea een veteraan mag heten. Harer Majesteits fregat Johan Maurits van Nassau, dat eveneens veel patrouilledienst verrichtte, vaak rechtstreeks ten dienste van de bevolking. In een zo uitgestrekt land, waar de talloze kampongs ver van de bewoonde wereld afliggen, is het een belangrijke dag als de Tuan Doctor van de Maurits aan wal komt. Aan boord van het fregat is nu de sloep gestreken en de tocht naar Saonek begint. De begroeting op de steiger is bijzonder hartelijk. Welkom aan de dokter en de ziekenpaas. Gedeeltelijk heeft de bevolking zijn angst overwonnen en is men de dokter tegemoet gegaan. Om, voor zover men dit niet durfde, in de kampong de dokter op te zoeken en de kinderen, vooral de kinderen, aan zijn medische handen toe te vertrouwen. Het onderzoek waarbij men zich de tijd gunt. De injecties waarvoor de kinderen minder vrees hebben dan vader of moeder Papua. En als dan uiteindelijk de medicijnkist kan worden ingepakt en de medische staf van de Johan Maurits zijn weg teruggaat, dan is ieder van de partij om hen uitgeleide te doen. Tot weerziens, dokter, en bedankt. En de sloep keert terug naar het wachtende fregat dat zijn patrouillediensten gaat hervatten. Totdat ook dit schip door een andere bodem zal zijn afgelost en de opvarenden van de Johan Maurits hun toren in Nieuw-Guinea erop hebben zitten.
Op de Vogelkop in westelijk Nieuw-Guinea ligt Sorong, waar de mariniers gelegerd zijn. Een nieuwe dag begint. Vlaggenparade. Aan de mariniers is vooral de bescherming te land in Nederlands Nieuw-Guinea opgedragen. Een voortdurende geoefendheid is hier geboden. Vandaar dat de mariniers dikwijls met volle bepakking erop uittrekken voor een meerdaagse patrouilletocht. De pelotonscommandant wijst op de kaart de route aan die gevolgd moet worden. Allereerst zal de patrouille een landingsoefening gaan houden, waarvoor men zich inscheept aan boord van een landingsvaartuig. In de nabijheid van de landingsplaats, als de mariniers snel aan dek zijn aangetreden, worden de landingsboten te water gelaten. Weldra is de landingsdivisie geëmbarkeerd en stevenen de snelle stormboten naar het strand. De landing, het vakmanschap van de mariniers. Het vijandelijk strand bestormen en dan wegduiken in de bush. Dan begint feitelijk de zware patrouillegang door het bijna ondoordringbare oerwoud. Door verraderlijke riviertjes, waarvan de ongelijke bodem je gemakkelijke natte bepakking kan bezorgen. Op een open plek wordt tenslotte halt gehouden. Hier zal men de nacht doorbrengen in een bivak dat men zelf moet bouwen. Ook daarin zijn de mariniers geoefend. De tentstokken worden snel vervaardigd.
de vloeren van het kampement gelegd. Het opzetten van de tenten is dan slechts kinderwerk. Ook voor de vette hap zorgt men zelf. De rantsoenen kunnen dan wel kant en klaar zijn ingeblikt. Het vuur geeft pas de smaak. Een telegram. Een bericht vanuit Hollandia verzonden. Naar de commandant van het marinevliegkamp Biak. De voorgestelde oefening met de Fireflies kan doorgaan. Het grondpersoneel treedt aan om alles voor deze oefening gereed te maken. Het marinevliegkamp Biak is de basis van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Nieuw-Guinea. Van hieruit starten de Fireflies en de Martin Mariners. Deze vliegtuigen die verkenningsvluchten ondernemen boven zee en boven land. Die ook de verbinding onderhouden tussen de plaatsen onderling. Want in Nederlands-Nieuw-Guinea zijn het slechts luchtwegen die begaanbaar zijn. Zo staan de Fireflies startklaar. Mitrailleurbanden zijn aangebracht en raketten opgetuigd. De vliegers nemen hun plaatsen in achter de stuurknuppel. Starten maar. De oefening gaat beginnen. Bestoken mitrailleurs en raketten de aangegeven doelen. En dit zijn dan de Martin Mariners. De amfibievliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst in Nederlands-Nieuw-Guinea. Wat log in hun uiterlijke vormen, maar onmisbaar in een land als dit. Een goed onderhoud van deze vliegtuigen, die zoveel werk moeten verzetten, is geregeld nodig. Daarvoor wordt de Mariner vakkundig gedemonteerd en weer vakkundig in elkaar gezet. De Mariners zijn in feite de transportkisten. Het zijn de vrachtrijders voor de Koninklijke Marine, maar ook voor het binnenlands bestuur, voor de missie en voor de zending. Om gebruiksgoederen waar dringend behoefte aan bestaat over te brengen naar afgelegen posten. Ditmaal zijn de wisselmeren het doel van de vlucht. De Mariner verlaat zijn basis om de lange tocht te ondernemen. Het is een mooi land, dit Nederlands Nieuw-Guinea. Diepe kleurcontrasten onder de felle tropenzon. Daar liggen de wisselmeren. De Papoea's van Enaratali, een nederzetting aan de wisselmeren gelegen, hebben de komst van de Mariner reeds vernomen. Het geluid van de vliegtuigmotoren was voor hen het duidelijke bericht. In hun prauwen gaan ze het water op.
En als dan het toestel is geland, dan maken vele handen een zwaar werk licht. Want een karwei blijft het, om deze landbouwtractor uit het vliegtuig in de boot te krijgen. Nog even gaan de vliegers naar de oever om de kampongbevolking te begroeten. Want hier is men zeer goede vrienden. Ja, er zijn zelfs afduwers als de mariner zich weer van de wisselmeren verheft en naar Biak terugkeert. Zo dient de Nederlandse marineman in Nieuw-Guinea. In Hollandia, de residentie, met zijn gouvernementsgebouw en commandement zeemacht. In Phac Phac, een van de oudste plaatsen in dit nieuwe land. In Manokwari, waar de gebouwde scheepshelling in een dringende behoefte voorziet. Grotere schepen, zoals Harer Majesteit Snellius, kunnen zelf in onderhoud worden genomen en behoeven niet meer, zoals voorheen, naar Australië om te dokken. In deze plaatsen en zoveel meer leeft ook de marineman. Aan het eind van de dienst, als om 1 uur in de middag de 2 glazen ook het vastwerken hebben ingeluid, brengt de powerwagen de getrouwde die zijn gezin in Nieuw-Guinea heeft naar huis. Onderofficierswoningen in Hollandia. Een eigen huis, zoals men zich dit in Nederland maar al te graag zou wensen. Moeders. De kinderen. Het gezinsleven. Hier kan de marineman, als wacht of andere dienstverrichtingen dit hem niet beletten, iedere middag de vrije natuur intrekken. Een heel strand en een hele zee voor zijn gezin alleen. Ook de officier die zijn gezin heeft laten uitkomen, heeft hier zijn woning. Fraaie bungalows met ruimte te over voor hobby's. Zoals het houden van kippen. Voor de eieren natuurlijk. Thank you.
Maar ook de niet-gehuwde marineman, of hij wiens gezin in Nederland is gebleven, vindt in Nieuw-Guinea gelegenheid genoeg om zich te ontspannen. De kloofkamp, waar men zijn liefde voor het water kan uitleven in de zwemkunst. Welke kunst men nog kan paren aan een stevig partijtje waterpolo. Voor hem die zijn tehuis mist, biedt Biak een ander tehuis. De meerpaal, waar het altijd zo gezellig is. Een partijtje tafeltennis om het transpireren niet te vergeten. Of wat ook niet gek is, te trachten je maat schaakmat te zetten. Sorry Piet, die toren stond minder weg. En dan een praatje met je geestelijke verzorgers. Het is vreemd, maar onze vlootaalmoezeniers en vlootpredikanten weten altijd wat we nodig hebben. Een koud pijpje op hun rekening. Ja, daar kun je gerust over naar huis schrijven. Maar vergeet dan het plaatje niet. Een goede foto doet jouw leven hier in Nederland herleven. Weer elders is het volleybal dat trekt. Vooral de mariniers zijn daar cracks in. Ze springen hoog. Ze springen laag. Of ze springen helemaal niet, maar de spanning is er. En dan zij die naar het strand trekken. Een prachtplaats om sterke verhalen te vertellen. Wist u dat wij hier in Nieuw-Guinea zo netjes zijn dat we zelfs op het strand een asbakje gebruiken? Kanoën, dat is ook iets aparts. Van de Papua's afgekeken. Om tenslotte, zoals overal ter wereld, te passagieren. Natuurlijk in Pakkian deftig. Er mag dan in vak geen kalverstraat zijn. Een winkelstraat is er wel. Een lap stof voor moeders. Ja, 3 meter zal wel genoeg zijn. Nee, meester. Laat mezelf de meetlat maar gebruiken. Het staat immers zo slordig als die jurk straks wat te kort valt. Dit is Nederlands Nieuw-Guinea. Waar na de dienst de marineman zijn ontspanning vindt, maar waar ook de dienst doorgaat, dag in dag uit, voor het handhaven van orde en rust in dit mooie land.